We staan hier voor een uitzonderlijk vroeg werk van een van de Belgische pioniers van de Zero-beweging, Jef Verheyen. Het is een werk uit 1958. En het is werkelijk een kanteljaar, een cruciaal jaar voor de kunstenaar. Hij start dat jaar nog met het uitvoeren van allerlei karweien om wat geld te verdienen, zoals het schilderen van het appartement van zijn vriend Ivo Michiels. Maar hij zal dat jaar ook afsluiten met een solo-tentoonstelling in Milaan. En bij die solo-tentoonstelling ontmoet hij zijn artistieke zielsverwanten Lucio Fontana en Piero Manzoni. Het is in een brief van 1980, eigenlijk een toevoeging op zijn biografie, waarin hij schrijft over dat jaar. Hij schrijft dat hij werd geïntroduceerd door een bevriend kunstenaar uit Italië die in Antwerpen verbleef bij de Galleria Monte Napoleone in Milaan. Ze bezochten zijn atelier en ze beloofden hem een tentoonstelling. Niet veel later reist hij met een vrachtwagen van een transportbedrijf mee richting Noord-Italië en hij meldt zich aan bij de galerij. Het zou hem echter 300.000 lire hebben gekost om te mogen tentoonstellen. Woedend stormt hij buiten, zoals hij het zelf beschrijft, de Via Borgo Nuovo in. En bij nummer 10 blijft hij staan, het pand van de Galleria Pater. Hij wandelt er met enkele foto's van zijn werk binnen en hij komt er weer buiten met een overeenkomst voor een tentoonstelling. Niet veel later, in februari 1958, zal een dubbel tentoonstelling openen met André Comair en zijn werk in de Galleria Pater. En op dat moment ontmoet hij ook Fontana en Manzoni. Hij schrijft ook rond die periode zijn manifest Essentialisme, waarin hij de theoretische krijtlijnen voor zijn verdere oeuvre neerzet. Het moet klaarblijkelijk een enorm succes geweest zijn, want de Galleria Pater vraagt hem voor een tweede tentoonstelling, ditmaal een solo-tentoonstelling, later in het jaar. En het is dankzij diezelfde brief uit 1980 dat we weten dat hij vermoedelijk in de maanden augustus en september heeft geschilderd aan dit werk op Jutte. In die zomermaanden was hij ook volop in de weer met de G58, die net opgericht waren, met het opschonen van het Hessenhuis, waar ze hun eerste groepstentoonstelling zullen houden. Hij schrijft dat hij in die periode schilderde op Jutte en dat er mogelijk nog wel enkele van die doeken zich in Milaan bevinden. En dat is inderdaad zo. Dit werk heeft al die tijd, sinds 1958, in de collectie gezeten van de eigenaar van de Galleria Pater en zijn weduwe. Het is de eerste maal dat het terug aan het publiek wordt getoond. Wij zijn dan ook enorm vereerd om het aan jullie te mogen presenteren.